schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de Heere, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw. Broeders en zusters, als de gemeente van de Heer Jezus Christus in zwaar weer is, dan is het belangrijk om ons leven te verankeren in het woord van God. Gods woord is het enige wat ons houvast geeft in tijden van storm, in tijden van beproeving. En daarom wil ik vanmorgen met u het woord van God openen, met het woord van God met u delen, om te zien wat de Heere God ons vanmorgen te zeggen heeft. En ik wil dat doen vanuit de brief die is voorgelezen van Petrus, de woorden zoals ze al tot ons zijn gekomen, 1 Petrus. En ik zal zo een aantal gedeeltes vanuit deze brief met u delen vanmorgen. Petrus was een mens zoals jij en ik. De Bijbel vertelt ons hoe Petrus op een dag bezig was in het bedrijf van zijn vader, gewoon bezig met de netten. En Jezus kwam bij hem langs. Jezus roept hem om hem te volgen en Petrus staat op en gaat achter Jezus aan. 3 jaar lang gaat Petrus dag in, dag uit met Jezus mee en met Jezus om. Petrus hoort de woorden die Jezus spreekt, hij ziet de tekenen die Jezus doet. Hij bespreekt de gedachten waar Jezus het over heeft. Jezus neemt Petrus mee op de hoogtepunten in zijn leven. En Jezus neemt Petrus mee op de dieptepunten in zijn leven. En dan na 3 jaar zo samen rondgetrokken te hebben op deze aarde, gaat Jezus van Petrus weg. Jezus offert zichzelf aan een kruis. Hij staat op uit de dood na 3 dagen en hij vertrekt van deze aarde. Maar niet nadat hij de volgelingen, de apostelen, de discipelen de opdracht heeft gegeven om het evangelie in de wereld te brengen. En het begint allemaal heel succesvol. Op het tempelplein in Jeruzalem komen duizenden mensen tot geloof. Petrus spreekt en God raakt de harten van de mensen aan. Duizenden mensen geven hun leven aan de Heer Jezus. En Petrus staat verbaasd. Er gebeuren krachtige wonderen en tekenen in Jezus' naam. Hij is in het midden. En er ontstaat een kerk die vol is van liefde, een gemeenschap die met elkaar optrekt, gastvrij, in aanbidding, onderlinge gemeenschap, groeiende leer van de apostelen en de profeten, barmhartigheid naar elkaar, dienstbaar met de gaven die God geeft en dagelijks komen er mensen bij om God te eren. Een prachtige gemeenschap. Een prachtige kerk vol toegewijde volgelingen, gelovigen. Volgelingen van Jezus. Petrus, hij ziet voor zich een kerk om van te dromen. Wie zou geen deel willen uitmaken van die kerk in Handelingen 2? Maar wat gebeurt er? Wat gebeurt er als we de Bijbel lezen? De kerk krijgt te maken met problemen. Met misleidingen. Met strijd, met forse uitdagingen. Niet alleen van buitenaf, maar ook van binnenuit. De kerk in Handelingen 2 krijgt maar heel weinig rust. Petrus belandt in de nacht in de gevangenis. En hij wordt even later geconfronteerd met fraude in de christelijke gemeente. Petrus doet wat hij kan, samen met de andere apostelen, om leiding te geven aan de gemeente. Hij probeert een oplossing te bedenken voor de zorg aan de armen en aan de weduwe. Hij wordt geconfronteerd met spanningen rondom de besnijdenis. Hij doet er alles aan om de gelovigen bij de leer van Jezus te houden. En Petrus, hij voelt de pijn, hij kent de zorg en de verantwoordelijkheid voor de gemeente. Hij is een eenvoudige visser. Maar door God geroepen. En hij voelt zich samen met de anderen geroepen tot het dragen van grote verantwoordelijkheden voor de christelijke kerk. En die Petrus, die
Petrus aan het einde van zijn leven gekomen. Als hij de rit aan het einde heeft bereikt en als hij nog eens even terugkijkt naar alles wat er is gebeurd. Als hij door al die stormen is heen gegaan, als hij al die dingen heeft meegemaakt in zijn leven. Als hij dan aan het einde van zijn leven terugkijkt, dan schrijft hij een brief vanuit Rome aan de gelovigen in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, de gebieden waar de christelijke gemeente zich bevindt in de strijd en in de verdrukking. En de brief die Petrus schrijft bevat een aantal hele belangrijke lessen voor het leven als christen in tijden van beproeving. En hij schrijft, en we hebben het vanmorgen al gelezen, geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, tot een onvergankelijke, onbevlekte, onverwelkbare erfenis die in de hemel bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich. Ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof, die van grotere waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Petrus begint met tegen de gelovigen te zeggen, daarin verheugt u zich, wees blij. Ook al word je nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. In een andere vertaling daar staat, wees blij. En hoe kun je blij zijn? Hoe kun je blij zijn? Als je voor je gevoel door een enorme storm gaat. Hoe kun je blij zijn als de gemeente door zwaar weer gaat? Petrus, vergis je je niet. Hoe kun je de gemeente oproepen om verblijd te zijn en haar loflied te blijven zingen? Petrus is niet de enige die dat zegt. Jacobus schrijft ons in hoofdstuk 1 Jacobus, waar hij in vers 2 zegt, acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. En laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekort schiet. Petrus, waarom roep je de gemeente op om verheugd te zijn? Daar heeft Petrus twee redenen voor. Twee redenen. De eerste is, omdat je te midden van de storm vast moet blijven houden aan God. Omdat je mag weten dat God zo goed, zo liefdevol is, dat hij een nieuwe mens van je heeft gemaakt en dat hij dat nooit loslaat. Je mag Gods kind zijn. En Petrus zegt, begin je daarin te verheugen in tijden van storm. Breng je in herinnering dat je opnieuw geboren bent. Je bent opnieuw geboren. Dat deed hij door Jezus Christus, dat deed God door Jezus Christus uit de dood terug te roepen en weer levend te maken. Daardoor hoeven wij nooit de hoop en de moed te verliezen. Wij geloven in het kruis en in de opstanding. Bij God zijn geen doodlopende wegen, geen gesloten deuren. Petrus zegt, we verwachten een erfenis die nooit zijn waarde zal verliezen, die klaar ligt in de hemel, het eeuwige leven. Niemand kan dat je afnemen. En omdat die erfenis klaar ligt, zo
zal Gods kracht je bewaren en beschermen door het geloof, zodat je aan het einde van de tijd het eeuwige leven zult ontvangen. Hij zegt in vers 5, u wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof. Verliezen in de stormen van het leven en wat er ook gebeurt, niet het zicht op de hoop die in je is. En begin je te verheugen in de redding van je leven, in Hem. En Petrus zegt, er is nog een reden om je te verheugen. Petrus zegt, wees ook blij als je geloof op allerlei manieren op de proef wordt gesteld. Want daardoor zal blijken of je geloof wel echt is. En dan gebruikt Petrus het voorbeeld van goud. Jongens en meisjes, goud. Ik heb een gouden ring hier aan, zoveel karaats. En goud komt tot stand in een smeltingsproces waar het heel verhit wordt, waar de temperaturen hoog oplopen, waar het vloeibaar wordt en waar al het vuil in de smeltkroes wegbrandt en er uiteindelijk karaats goud uit de voorschijn komt. Goud wordt in het vuur zuiver gemaakt. En zo zegt Petrus, bedenk je dat ons geloof in het vuur van de moeilijkheden zuiver wordt gemaakt. En als Jezus Christus terugkomt, dan zal blijken of ons geloof de vuurproef heeft doorstaan en zuiver is gebleken. In de pijn, in de problemen. Ook al word je beproefd voor een korte tijd en bedroefd door allerlei verzoekingen, kijk niet naar de pijn, niet alleen naar de pijn, maar kijk wat het voortbrengt. Verheug je, zegt Petrus. Opdat mijn geloof, dat van grotere waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Problemen doen iets met ons. Ze vormen ons karakter. Ze reinigen ons van alles wat onheilig is. Ze bevrijden ons van egoïstische motieven en ze bereiden ons voor op meer lof en eer en heerlijkheid van Jezus Christus. Petrus zegt, als we de vuurproef doorstaan, zal het zijn tot meer eer, meer lof van Jezus Christus. En Petrus schrijft deze woorden aan de gelovigen, niet aan de heidenen. Maar hij schrijft deze woorden aan de gelovigen die in die vuurproef zitten. En hij zegt, God heeft niet je ondergang op het oog, maar je behoud. God heeft niet de ondergang van de kerk op het oog, maar ons behoud. En daarom laat hij soms problemen, uitdagingen, verzoekingen toe, om zijn kerk gereed te maken tot meer lof en eer en heerlijkheid van Jezus Christus. Er zijn dingen die wij niet kunnen begrijpen. Maar God gaat zijn weg met zijn kinderen, met de kerk, met ons leven. En als we ons oog op Jezus gericht houden, als we vol vertrouwen ons op Hem blijven richten, als we Hem vol toewijding blijven volgen en vasthouden aan wat Hij ons gegeven heeft, dan komt er een moment dat we zullen zeggen, we zijn er persoonlijk
als kerk sterker uitgekomen. De Bijbel is duidelijk, lieve mensen. God heeft een groter plan. Het houdt niet op bij het graf. Maar wij geloven in de opstanding. God laat mensen niet los. Hij laat de kerk niet los. Wij maken fouten. Ons eigen ik kan ons in de weg zitten. Wij kunnen afdwalen. Maar als we op Jezus blijven zien, leidt Hij ons op een nieuwe weg, naar een nieuwe toekomst. Tot lof en eer en heerlijkheid van Jezus Christus. En daarom zegt Petrus tegen de gelovigen in 1 Petrus 3 vers 14 en 15, wees niet bevreesd, wees niet bang, laat u niet in verwarring brengen, maar heilig God de Heere in uw hart en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied. Wees niet bang. Wees niet ontmoedigd. Wees niet angstig. Laat je hart niet in verwarring brengen, zegt Petrus. Maar heilig God de Heere in je hart. En dan geeft Paulus hele praktische, ik raad u aan om die hele brief van Petrus eens deze week door te lezen. Eerst Psalm 91. En dan een hoofdstuk uit de Petrusbrief. Gaat u het eens doen, alstublieft. Alstublieft, graaf u als een mol in het woord. Gewoon helemaal erin graven. En lees het eens wat Petrus zegt tegen gelovigen in de tijden van beproeving en verdrukking. Hij geeft een paar adviezen. Hij zegt allereerst, vergeld geen kwaad met kwaad. 1 Petrus 3 vers 9. Of laster met laster. Maar zegen daarentegen. Omdat u weet dat u daartoe geroepen bent. Opdat u zegen zult beërven. Hoe belangrijk. Om in spanningen, in zorgen, in moeilijkheden, in pijn en in verdriet de koninklijke weg te blijven bewaren. U kunt hem makkelijk onthouden. De koninklijke weg is zegen wie je kunt zegenen, eer wie je kunt eren en bedank wie je kunt bedanken. En laat het maar even bij. Hoe belangrijk. Om geen kwaad met kwaad, laster met laster te vergelden. Om te zegenen. Hoe belangrijk om te letten op de woorden die we spreken. De e-mails die we versturen. De appgroepen waarin we onze berichten plaatsen. En de communicatie die we hebben op social media. Laster heeft grote gevolgen. Emotie kan snel ontsporen, maar woorden van liefde, woorden van zegen, woorden van respect, woorden van eenheid, zullen elke vorm van kwaad overwinnen. Petrus zegt zegen. Zegen omdat je tot een zegen geroepen bent, zo zegt hij het. Opdat je zegen zult beërven. Wow, wat een woorden zijn dat. Wil jij zegen ontvangen? Wilt u zegen ontvangen? Dan zult u moeten beginnen met zegen te geven. Begin met mensen te zegenen. Wat een rust en vrede gaat eruit van een zegenende gemeenschap. Geen kwaad spreken. Geen spanning oproepen, geen tweedracht zaaien, maar zegen uitspreken. Dat is de kracht, zegt Petrus, van een liefdevolle gemeenschap.
Petrus zegt, soms ga je door moeilijkheden. Persoonlijk of als gemeente, je gaat door moeilijke tijden heen. Maar dat is nog geen excuus om elkaar niet te blijven zegenen. Lieve mensen, wij geloven niet in volmaakte mensen. We geloven ook niet in een volmaakte kerk, maar we geloven in een volmaakte God. We geloven in een Heilige Geest. En de vrucht van de Heilige Geest, u weet hem, liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. En hoe moeilijk is dat als alle reflexen in ons leven naar boven komen? En dan toch niet het vlees, maar de geest. Petrus zegt, hou je vast. Hou God vast. En hij zegt in 1 Petrus 2 vers 17, hou iedereen in ere. Heb al je broeders lief. Niemand niet. Iedereen wel. Alle broeders. Heb al je broeders lief. Vrees God, heb ontzag voor God. En eer de koning. Heb respect voor degene die verantwoordelijkheid dragen en gezag hebben. En Petrus, hij zegt in 1 Petrus 3 vers 15, en ik heb het al even genoemd, heilig God de Heer in uw hart en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die uw rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied. In tijden van beproeving, lieve mensen, en wat zijn dit een diepe en moeilijke lessen voor ons om te leren, maar in tijden van beproeving zal blijken hoe vol ons hart is van de vrucht van de geest. Tijden van beproeving geven de gelovigen de kans om te laten zien hoe vol hun hart is van de vrucht van de geest. Tijden van beproeving geven de kerk de kans om te laten zien hoe vol zij is van de vrucht van de Heilige Geest. Mensen kijken naar ons. De wereld kijkt naar ons. De mensen in Almere kijken naar ons. En nu komt het erop aan. Of wat we prediken ook is wat we leven. Nu komt het erop aan om rekenschap te geven van de hoop die in ons is. Zijn wij werkelijk een gemeenschap van de hoop? Gaan we strijden ten onder of reageren we vanuit vriendelijkheid, zachtmoedigheid, respect en eerbied? Als nu ons gevraagd wordt, wat is de reden van jullie hoop? Wat is dan ons antwoord? Dan wijzen we op het kruis. En op het hart. En op het anker. Dan is het nu de tijd om getuigenis te geven van geloof, hoop en liefde. Ook in tijden van beproeving. Petrus zegt, blijf nuchter. Blijf nuchter. In tijden van beproeving kunnen we verward raken. Wat is er aan de hand? Wat gebeurt er allemaal? Wat is waarheid?
Petrus zegt in hoofdstuk 1 vers 13, om God daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Petrus zegt, blijf nuchter. Reageer niet vanuit je emotie. Hou vast waar je hoop ligt. Heilig God de Heer in je hart. Onderzoek jezelf, je emoties, je gevoelens en je gedachten. En laat alles geheiligd worden door Gods geest. Heilig God de Heer in je hart. Wees nuchter. Wees heilig. En hou vast aan wie je bent in Christus. Petrus zegt in hoofdstuk 2 vers 9, je bent een uitverkoren geslacht. Je bent een koninklijk priesterschap. Een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom heeft gemaakt. Je bent profeet, priester en koning in één. Je bent door God tot zijn eigendom gemaakt. En waarom? Opdat je de deugden van God zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. We zijn geroepen om in tijden van beproeving Gods deugden te verkondigen. Zeg je misschien, wat is dat? Het zijn de eigenschappen van God. Gods liefde, Gods genade, Gods barmhartigheid, Gods heiligheid, Gods rechtvaardigheid. Al die eigenschappen van God. Hij heeft je geroepen uit de duisternis tot het licht. Er is een duisternis. Deze wereld is vol met duisternis. Maar Gods gemeente, jij en ik zijn geroepen om in die duistere wereld Gods deugden te verkondigen. Gods eigenschappen te laten zien en te verkondigen. We zijn geroepen om mensen te brengen uit de duisternis naar het licht en niet andersom. Laat je dat nooit afnemen. Je bent geroepen om in een duistere wereld als een licht te schijnen. Laat de duisternis het licht niet overwinnen. Maar overwin de duisternis door het licht van Jezus' liefde en zijn karakter. Wie God is, juist nu, in tijden van beproeving, kan de kerk aan de wereld laten zien hoe krachtig ze is. Het komt erop aan, als goud beproefd. Leest u de brief, is door, gewoon vers voor vers. Het waren een paar gedachten die ik zo vanmorgen met u heb gedeeld, maar er staat nog veel meer rijkdom staat erin. Lieve broeders en zusters, op een dag kwam Jezus bij ons langs en hij zei, volg mij. En we stonden op en we gingen achter hem aan. En we beloofden hem met heel ons leven en heel ons hart te dienen. En er waren tijden dat het voor de wind ging. En we deelden in de zegeningen. Maar er kwamen ook tijden van storm en beproeving. Er kwamen dagen waarop we moesten leren om vol te houden. En het oog op Jezus gericht te houden zoals die discipelen in dat scheepje in de storm op zee. Op Jezus, Hij alleen. Jezus in het oog houden. En nederig hem dienen. En er zijn momenten in ons leven. En er zijn momenten in de gemeente. Waarop we opnieuw moeten zeggen, God, we blijven u trouw. Ik blijf u dienen. Alles wat ik heb en alles wat ik ben, dat geef ik
Ik zal u blijven dienen. Ondanks de pijn. Ondanks de moeite. En de fases waar ik doorheen ga. Ik begrijp het allemaal niet. Maar mijn oog is gericht op u. En ik vertrouw op u. In deze storm. Ik zal u blijven vertrouwen en ik zal u blijven dienen, want mijn hulp en mijn verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand ook in Almere begonnen is. En ik geef u tot slot de woorden van Petrus mee, die hij schrijft aan het einde van zijn brief. 1 Petrus 5, vanaf vers 10. De God nu van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zelf mogen u, na een korte tijd van lijden, toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Ik wil u vragen om te gaan staan. Wij gaan samen een lied zingen.